Kunststofverwerkend bedrijf Micopack is eigenlijk ontstaan uit de koffiefilter die in 1958 gelanceerd is op de Wereldexpo. De koffiefilter was eigenlijk de aanzet om te diversifieren. Wij maken voornamelijk verpakkingen voor voedingswaren, roomijsverpakkingen, verpakkingen voor kant-en-klaar maaltijden. Micopack investeert jaarlijks ongeveer 5 miljoen euro in nieuwe technologieën. Om onze concurrentiekracht in België te behouden, moeten we inzetten op robotisatie, op automatisatie. Dit maakt dat wij het werk voor de mensen ook ergonomischer kunnen maken. Concreet wil dit zeggen dat wij geïnvesteerd hebben in een volledig geautomatiseerd magazijn met een automatische rollerbaan en zelfrijdende heftrucks. In onze eigen productieomgeving hebben wij dan ook geïnvesteerd in robots aan onze productiemachines. Als HR is het onze verantwoordelijkheid om te voorzien in de standaardopleidingen die in eerste instantie gegeven zijn door leverancier en nadien door onze interne experts. Maar al snel bleek dat het eigenlijk toch wel handig was om ook in te zetten op een personal coach. Die personal coach zijn onze jonge medewerkers die snel weg waren met het werken met de robots. En zij staan klaar met tips en tricks voor onze ervaren productiemedewerkers. Door de uitbreiding van het machinepark hebben wij de rol van de ploegbaas moeten herbekijken. In die zin dat die van een meer meewerkende functie is geëvolueerd naar een werkplekcoach. De fysieke arbeid kan overgenomen worden door de robot, het effectieve hef- en tilwerk. De jobinhoud zal in die zin wel veranderen dat het eerder controle en bediening is van de robot. Maar op die manier kunnen we wel allemaal langer en op een gezonde manier de werkstelling garanderen.